en meisjes uit Pilsen. Kom binnen. Ja, kom maar weer in. Want hier buiten is het druk en altijd van alles gaande, want dit is Brussel. En wij willen jullie graag een beetje vertellen over de kinderen in Brussel. En de kinderen in Brussel zijn kinderen net als jullie die graag spelen en graag plezier maken. Alleen voor hun is het een beetje anders als voor jullie. Wij zijn hier in Stapsteen in een buurt van Brussel waar heel veel kinderen wonen. Alleen die kinderen wonen vaak in kleine huizen. Geen tuin, geen fiets. De enige plaats om te spelen is toch vaak wel de straat. En met corona, moet ik jullie niet vertellen, was het helemaal niet makkelijk om buiten te komen. En hebben ze heel veel binnen gezeten. En dat was best moeilijk voor hun. Met veel in een klein huisje, ja, dat was best spannend. Wat ook wel iets is voor de kinderen hier, ze komen vaak met hun papa en mama uit een land ver van hier. Waardoor nog de opa, de oma, de neefjes en nichtjes, onkels en tantes, die wonen vaak ver weg. Dus ze hebben weinig familie in de buurt. Ook niet zo leuk. En ook wel iets waar ze tegenaan lopen is, mama en papa, die spreken vaak de taal niet. Dus als de kinderen naar school gaan, is het helemaal niet zo makkelijk om te helpen met huiswerk of te weten wat ze moeten doen. En daarom hebben wij bij Stapsteen iets heel leuks bedacht. Wil je weten wat we hebben bedacht? Oké, kom verder. We moeten even naar boven. Dus trek allemaal je schoenen aan en zo vlug mogelijk rennen we de trap op. Want jullie zijn nu in Brussel, hè? Dat wist je al. Maar hier ben je bij Stapsteen en wij noemen dit het inloophuis. En dat betekent dat je gewoon naar binnen mag lopen, mag stappen. Of je nu mama bent, papa, oma, opa. En vooral de kinderen, die zijn extra welkom. En nou ja, je weet het dan, hè. Als je wil oefenen met taal, dan moet je soms naar school. Hè, jullie moeten vast ook schrijven en leren. Maar wat je ook kan doen, is spelletjes spelen. En daar houden wij van. Dus we hebben al een paar spelletjes neergelegd. En dit is wat we met de kinderen doen. Woordjes leren, puzzel maken, tekenen. En voordat je het weet en zonder dat je er erg in hebt, ben je eigenlijk allemaal aan het leren. En dat is ook waar jullie voor gaan sparen, wat wij heel leuk vinden. Want jullie helpen zo mee dat de kinderen die in deze straten wonen, naar alle kanten toe, dat die meer leren van taal. Wij vinden het super tof dat jullie samen willen meesparen voor nieuwe spelletjes, zodat onze kids de taal kunnen oefenen en gewoon heerlijk kunnen spelen. Super! Dus, zoals wij hier in Brussel zeggen, kan je zeggen dankjewel. Maar soms zeggen we ook merci beaucoup. Merci. Merci. Dag.